Vandaag is het precies 126 jaar geleden dat de eerste groep van 94 Javaanse contractarbeiders in Suriname arriveerde. De gebruikelijke kranslegging om de Javaanse immigratie te gedenken is gisteren gehouden, een dag eerder dan gebruikelijk. De Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, VHJI, liep al een poos met de gedachte rond om de herdenking te vervroegen en niet te doen samenvallen met de dag der inheemse. Voorafgaand aan de kranslegging vond er een dankdienst plaats. Na de dienst volgden de formele speeches, een boekoverhandiging, de kranslegging en een cultureel en muziek optreden. VHJI-voorzitter Elwin Admodimejo zegt dat de voorouders van de Javanen alle offers hebben gebracht om in Suriname een beter bestaan op te bouwen. Vooral merkbaar. In het sociaal-maatschappelijk leven, in het bedrijfs- en economisch leven, in de politiek en in het onderwijsveld. Ook van mens tot mens is de integratie van de Javanen in Suriname zichtbaar. Op religieus gebied heeft deze bevolkingsgroep zich verder gemanifesteerd en ontwikkeld. Zo kennen we de Javanisme-religie, maar ook andere geloofsovertuigingen als het moslim en diverse denominaties van het christendom. De gemengde huwelijken van de Javanen met andere bevolkingsgroepen is steeds merkbaar en geaccepteerd in onze samenleving. Maar ook de maatschappelijke posities die worden bekleed door deze bevolkingsgroep is er eentje om niet te negeren. Onderwijzers, artsen, ondernemers, politici, ministers, parlementariërs, notarissen, advocaten, overige juristen, politie en leger. En niet te vergeten, onze studenten op middelbaar, hoger en universitair onderwijs. Vice-president Ashwin Adin zegt dat het belangrijk is om aan cultuurbehoud en cultuurontwikkeling te werken. Verder moet er een steentje bijgedragen worden aan natievorming, geeft Adin aan. The big challenge, I think, is a deel pillar, and that is the pillar of interdependence. You see, in interdependence, we have to get the feeling that we need each other. In to which extent we need each other? And that is something we have to work on. We have to have the feeling, because as a team, as one nation, everyone has to create the value for themselves as their own value to contribute to the team, to the whole nation. As a team that is cooperative, still needs to think about how does the other complement me, how do I complement the other. So the interdependence factor will be, I think, for the coming years, a big challenge. But we have been successful, and also not only interdependence in the sense of that we feel, but the interthinking. Because with interthinking, you come with creative power, you come with creative solutions. Which is the need of the hour nowadays in these times of crisis. Which interthinking and interdependence will be tested as one nation. So Suriname, I think for the people that have come from Indonesia, your country of origin, I think you can be very proud that they have contributed to this nation building and this nation evolution factor. Aldus vice-president Ashwin Adin. Vandaag is het precies 126 jaar geleden dat de eerste groep van 94 Javaanse contractarbeiders in Suriname arriveerde. De jaarlijkse kranslegging is van het jaar aan de vooravond van de herdenkingsdag gehouden.